Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 6 juli. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ga zo meteen hier de boel eventjes doen. Even lekker aan de poets. Daarna even bullet journalen. Ik heb een beetje last van mijn kaak. Ik merk ook dat ik een beetje licht verkouden ben. Althans, ik heb het gevoel dat ik een beetje vol zit. Omdat ik toch met de ventilator aanslaap. Deze week is het nog vrij koel. Volgende week schijnt het wel weer fix warm te worden. Dus je gaat ook een beetje van warm naar minder warm. En ja, voor je weerstand niet altijd even lekker. Maar goed, ik heb gisteravond naar voor hetzelfde geld gekeken. Het was een koppel, beide in de 60. Ze hadden nu een woning in Scheveningen. En ze wilden heel graag een huis met een tuin waar ze gezellig met de kinderen en kleinkinderen konden zitten. In het programma gaan ze altijd vier huizen bekijken. Er zit één out-of-the-box-huis tussen, die gewoon echt heel anders is dan wat hun hebben aangegeven. Dit kan bijvoorbeeld een boot zijn. Tot nu toe had ook niemand gekozen voor het out-of-the-box-huis. Deze mensen deden dat wel, maar dit out-of-the-box-huis was eigenlijk een lege kavel. Ze konden zeg maar wel één woning bekijken hoe het zou kunnen worden. En ze waren heel enthousiast, maar ze konden daar dus niet gaan proefwonen, want ze zaten in een hotel. Ze konden dus wel de sfeer proeven van het dorp of de stad, ik weet niet wat het was. En dat vonden ze wel heel gezellig. Er was daar bij die lege plek, zeg maar, waar het huis gebouwd kon worden, ook een camper neergezet, zodat ze daar eens een kopje koffie konden gaan drinken. Ze hadden wel met wat mensen gesproken die daar dus een kavel hadden gekocht of daar al mee bezig waren met de bouw. Maar uiteindelijk kwamen ze toch wel tot de conclusie dat ze het niet wilden doen, omdat ze hadden één man gesproken en die de bouw zou 2 jaar duren. Die waren toch al een stuk langer onderweg doordat er het stil had gelegen een poos. En ze zagen het toch niet zo zitten dat je onzekerheid hebt van ja, hoe lang ben je bezig en wanneer kun je dus definitief in zo'n huis. Dus nee, hun keuze was daar niet op gevallen. Ze hebben uiteindelijk met behulp van de makelaar van het programma wel een ander mooi huis kunnen kopen. Dus ik denk wel dat de conclusie is van dit programma dat het meer niet succesvol is dan wel. Want het zijn eigenlijk maar heel weinig mensen die daadwerkelijk het huis willen kopen, die daar gaan proefwonen. Maar goed, je kunt natuurlijk wel de sfeer proeven van, stel je bent een stadsmens en je wil naar het dorp van joh, bevalt dat? Of andersom, hoe bevalt het om in een hele andere plaats te wonen? Kijk, dat kan op zich wel leuk zijn, maar ik zie niet helemaal de succesvolheid in van deze werking. Maar goed, ik heb nog even Fortnite gedaan, ging niet heel lekker. Ik heb mijn vlog afgemaakt, ik heb mijn foto's bewerkt voor de blogpost. En dat was het. Ik heb mijn Netflix-serie gekeken en daarna Flikken. Ik heb gisteren Fall Guys gespeeld en ik heb u al een paar keer verteld over dit spel en dat heb ik gefilmd. Dus ik ga zo meteen hierna de beelden plakken van deze game. Voor mensen die het leuk vinden om te zien wat het nou precies is, kan je dus zien hoe ik Fall Guys doe. Ja, mocht je misschien het leuk vinden om te zien en je hebt bijvoorbeeld een PlayStation, Xbox of een Switch, dan kun je dit spel gratis downloaden. Ik ging niet heel lekker, maar ik dacht misschien is het wel leuk om even te laten zien. Ik ga nu even water maken en een sopje maken moet ik zeggen. En dan ga ik hier even lekker aan de gang. Dus ik ga jullie laten zien hoe ik Fall Guys speel. Thank you.
Vertel. Ik ben lekker klaar. Ik heb echt flink goed schoongemaakt. Ik heb echt het gevoel dat alles nu heel schoon is. Heb ik normaal ook wel, maar net of het nu nog schoner is. Dus ja, het geeft een heel lekker gevoel dat het weer lekker schoon is. Ik ben daarna even in mijn mus gaan werken. En ik moet zeggen, dat ging ook heel lekker. Want ik loop nu niet meer zo heel veel achter. Ik moet nu... Ik heb vandaag 2 verhaaltjes geschreven. Ik moet daar nog 3 verhaaltjes bij schrijven om bij te zijn. Dan ben ik echt bij tot Nathalie haar verjaardag. Ja, en daarna is er nog niks gebeurd. Ik heb een vlek op mijn bril, jongens. Oh, daar hou ik niet zo van. Daar moeten dan nog wel voorkantjes bij gemaakt worden. Quotes bij. Ik moet daar nog... Sorry, we werden even onderbroken door mijn telefoon. Maar het is dus eigenlijk alleen nog voorkantjes maken, even papiertjes in de machine. Dus het zijn niet meer de hele grote dingen. Dus ik heb hem al best wel bijgetrokken en ik heb natuurlijk niet heel veel dingen gedaan. Dus op zich is het niet heel veel werk. Maar ik ben blij dat ik weer zo ver bij ben. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je de finale van het perfecte plaatje. Daar ga ik naar kijken. Ik ben wel heel benieuwd wie gaat winnen. Ik ga sowieso nog even lekker gamen. Ik ga een thumbnail maken voor de vlog. Ik ga mijn blogpost schrijven. Ik wil nog even verder met de laptop een beetje. Verder ga ik mijn Netflix-serie lekker kijken en verder met flikken. Dus dat wordt het verder ook wel. Dus niks bijzonders. Maar ik ben blij in ieder geval dat ik weer ver ben gekomen met bullet journalen. En dat het huis weer lekker schoon is. Ik heb hier zo dit mandje. Kijk, dat hier op de krabben hadden, zat allemaal stof tussen. Heb ik nu ook helemaal uitgezogen. Echt heel lekker schoon. Dus ik ben blij. Maar goed, ik ga nu eventjes lekker relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 7 juli. Ik ben klaargemaakt. Ik ga zo meteen een video opnemen. Ik ga eerst even stofzuigen en dan ga ik een video opnemen. Ik wil de champignons alvast even snijden voor de macaroni vanavond. En ik wil even verder gaan met het schilderen op nummer. Ik heb gisteravond een stuk van RTL Boulevard gekeken. Wat ik ook best wel aangrijpend vond. RTL Boulevard stond in het teken van Peter R. de Vries. Dat was gisteren een jaar geleden dat hij neergeschoten werd. Nog steeds zo'n gekke gewaarwording dat je dan die oude beelden terugziet. Dat je dan denkt van ja, diegene is er gewoon niet meer. En op een gegeven moment dat je ook de tijd op de klok ziet. Dat je denkt van vorig jaar rond dit tijdstip liep hij in Amsterdam op weg naar zijn auto en werd hij gewoon neergeschoten. Ik bedoel, hoe dan? Ik vond het ergens ook nog emotioneel, al die beelden die je zag. Zijn kinderen kwamen ook nog eventjes in beeld waarin ze vertelden hoe het nu was. Een jaar nu ze hun vader gewoon, ja eigenlijk het eerste jaar zonder hun vader. Het is natuurlijk nog geen jaar geleden dat hij overleden is, maar ja, dat is over 8 dagen. Dus ja, best wel heftig. Ik begreep ook dat er toch een gedenkplaats komt in Amsterdam voor hem. Dat kunstenaars dat mogen aandragen. Komt niet op de plek waar hij neergeschoten is. Want dat vonden de bewoners die daar woonden ook wel heel heftig. Omdat die er nog best wel veel mee geconfronteerd worden. Omdat mensen er toch even komen kijken. Zoals gisteren werden er ook toch nog weer bloemen neergelegd. Maar het komt geloof ik 500 meter van de plek vandaan. Echt op het plein, zeg maar. Dus ja, ik hoorde ook dat de zaak weer heropend wordt. Eigenlijk was de zaak afgesloten, want er zijn natuurlijk 2 mensen die zijn veroordeeld tot levenslang. De schutter en volgens mij degene die de auto bestuurde. Maar er zijn de afgelopen week best wel veel, toch nog weer een aantal verdachten opgepakt. Die verdacht worden er iets mee te maken te hebben. Dus ze hebben besloten de zaak te heropenen. Ik hoop wel echt dat dit geen... invloed heeft op de straffen die nu uitgesproken zijn. Volgens mij was het officieel ook 14 juli dat de officiële uitspraak kwam. Dat ze nog in hoger beroep mochten. Maar ja, het kan zijn dat dit langer is. Dus ik hoop niet dat die straffen nu teruggetrokken worden. Want ik vind gewoon dat die mensen levenslang moeten zitten. Al is levenslang natuurlijk in Nederland al niet echt levenslang meer. Met goed gedrag ben je binnen zoveel jaar ook weer buiten. Dus ja, laten we hopen dat dat verder geen invloed heeft. Ik heb gisteren het perfecte plaatje gekeken. Ik kreeg een hele bizarre wending. Het was de finale. Ze hadden 1 opdracht gedaan. En degene die de opdracht het slechtste had gedaan, althans het laagste cijfer had, die moest ineens toch vertrekken. En dat had ik niet zien aankomen. Thomas Berger moest uiteindelijk dus als eerste toch het toneel verlaten in de finale.
Uiteindelijk heeft Maurice hem gewonnen. En ik had al zo'n vermoeden toen het tussen Jochem en Maurice ging dat Maurice hem zou winnen. Want ik dacht, ja, hij heeft ook eigenlijk niet in de gevarenzone gestaan met je moet misschien naar huis. Het scheelde overigens niet heel veel qua punten. Ik heb nog even Valkyrie zitten spelen, maar ik speel dus als ik hem via de televisie speel, speel ik dus op deze controller. Het is een losse controller. Ik heb deze gewoon bij de trekpleister gekocht toen de tijd. Op zich een prima controller, maar ik moet er nog even heel erg aan wennen, want ik gebruik hem niet zo heel veel. En ja, dan merk ik toch dat ik er wat minder snel mee ben, voor mijn gevoel. Al was ik wel een paar keer door hoor. En ik heb zeg maar ook. Deze krijg je standaard bij de Switch. Deze. En daar kun je dus je losse Joy-controllers inzetten. Alleen die passen nu niet, omdat er dus een hoesje omheen zit. Dus ik had toch die gepakt. Op zich was het wel even leuk om te doen. Dus dat. Ik heb de thumbnail gemaakt. Ik heb mijn blogpost geschreven. Ik heb nog een paar boeken weer binnengehaald. Die kan ik op mijn e-reader zetten. Want ik ben door dit boek alweer bijna heen. En toen ben ik lekker mijn serie gaan kijken, die ook die echt wel heel spannend is. Je moet wel heel goed je aandacht erbij houden, want soms als je even niet oplet, dan mis je toch wat dingen. En dat komt toch omdat het Spaans is. En ik spreek natuurlijk absoluut geen Spaans. Verder dan por favor kom ik niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik heb Flikken gekeken, dat was ook wel weer mooi. Ik ga nu even stofzuigen, dan ga ik zo eerst even de video opnemen. Ik ga wel even het raam iets openzetten, want het is binnen nog best wel warm. En het is nu echt heel erg aan het waaien buiten. De temperatuur is een stuk lager. Ik zal eens even kijken hoeveel graden het is. Het is vandaag 17 graden, zwaar bewolkt. Nou, dat heb ik gemerkt, want ik lag in bed en ik hoorde heel erg de regen tikken, wat wel lekker was. Maar ik heb ook heel erg last van mijn rug en mijn nek. Ik denk dat ik niet goed heb gelegen. Ik was geslapen zonder de ventilator aan. Toen ik wakker werd, heb ik hem dus toch blijkbaar vannacht ergens aangezet. Ik heb ook niet zo fijn geslapen omdat ik weer naar had gedroomd. Maar goed, dat ben ik wel gewend. Ik zit alweer veel te lang met jullie te kletsen, dus ik ga eerst even wat doen en de video opnemen. Ergens op te lijken. Het is natuurlijk nog lang niet af, maar er begint wat meer kleur in te komen. Ik heb met groen gewerkt, met paars en met bruin voor het poesje. Dus ja, hij wordt wel al steeds mooier. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe het eindresultaat uiteindelijk zal worden, maar daar ben ik nog wel even mee zoek. Maar voor nu vind ik hem in ieder geval weer hartstikke leuk geworden. Zo, katjes hebben het lekker gegeten. Ik heb even heerlijk geschilderd op nummer. Begint echt nu meer vorm te krijgen. Is echt super leuk om te zien. Dus dat is wel heel erg leuk. Ben ik ook wel heel blij mee. Ik ben alleen ergens achtergekomen waar ik niet zo blij mee ben. En dat is dus dat er een zakje diamond paint steentjes ontbreekt bij mijn diamond painting. Nou weet ik niet of je die los kan kopen, maar ik heb dus geen N. En ik heb dus ook de N nodig en dat zijn een soort grijze steentjes. Dus ik moet maar even kijken of dat je die ook online kunt krijgen of zo. Ik weet niet of ieder nummer een uniek steentje is of wat dan ook. Dus dat is dus een beetje de vraag. Maar daar baal ik een beetje van. En ik had dat gevoel al een beetje. En nu keek ik even op die kaart. En toen zag ik inderdaad dat er een N bij moest zitten. En die heb ik niet. Dus dat is een beetje jammer. Ik heb nu met mijn eigen kwastjes ook een beetje gewerkt. Niet het kwastje wat bij het schilder op nummer zat, die vind ik gewoon niet fijn. Hier kan ik nu net iets nauwkeuriger mee werken, maar het blijft soms wel lastig hoor, binnen de lijntjes. Maar dat is de uitdaging. Mijn fijne motoriek is nooit mijn sterkste punt geweest, maar ik vind het dan wel heel leuk om dat soort dingen te doen. En ja, ik weet niet of je dat nog kunt trainen, waarschijnlijk niet. Als het er niet in zit, zit het er niet in. Maar goed, ik vind het wel heel leuk om te doen.
Video-opnemen ging ook goed. Dat ben ik niet zo heel lang mee bezig geweest. Nou ja, de champignons die staan klaar. Ik heb het pakje met de mix voor de macaroni klaarstaan. Dus die kan ik straks mooi gewoon gaan maken. Ik ga zo even lekker relaxen. En dan ga ik dus straks douchen en lekker eten maken. Vanavond is de cliffhanger van GTS-T. En ik ben eigenlijk wel benieuwd of het spannend wordt. Dat weet je natuurlijk nooit. Want de afgelopen jaren is het niet echt heel spannend geweest. Dus ik ben wel heel erg benieuwd wat het vanavond gaat worden, de cliffhanger. Ik had eigenlijk, de cliffhanger was voor mij al een beetje die brand. Dus daarom verwacht ik ergens niet een hele spannende cliffhanger. We gaan het zien. Ik ga kijken naar Louisa en Rowan in het Gooi. En daarna even Hudson en Rex. Ik ga sowieso nog even kamen. Ik begin het nou koud te krijgen, jongens. Ik denk dat het nu ook straks wel weer een keer, dat het nu met deze dagen toch lange mouwen op zich ook niet een heel erg ding zou zijn. Ik heb wel even gelucht, maar dat helpt niet, want het is denk ik nog steeds 24 graden binnen. Even kijken. Oh, 23,5, dus het gaat niet heel erg achteruit, maar goed. Verder ga ik vanavond mijn foto's bewerken, even nieuwe boeken op mijn e-reader zetten, nog even bezig met de laptop en dan ga ik lekker mijn Netflix-serie kijken en flikken, dus dat wordt het ook. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen, dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 8 juli. Ik ben klaargemaakt. Ik heb gisteren macaroni gemaakt. Die was echt super goed gelukt. Daar was ik heel blij mee. Want pasta's willen bij mij niet altijd even goed lukken. Maar deze ging wel heel goed. Dus dat was echt super fijn. Dus het was heel lekker. Ik had ook bijna niks over. Dus dat was geslaagd. Ik wil even een shout-out geven naar de Lidl. Ik vertelde gisteren dat er een zakje met diamondpeensteentjes ontbraken. En baalde daar een beetje van. Ik heb ook even op internet gekeken, omdat ik weet dat je steentjes los kunt kopen. Maar op internet werken ze voornamelijk met cijfers en mijn steentjes die hebben letters. Dus ik dacht, ik ga gewoon even contact opnemen met de Lidl. Dus ik had Lidl een berichtje gestuurd van via Twitter. Waarin ik dus even heb uitgelegd dat er een zakje met steentjes ontbrak. En dat ik dat gewoon eigenlijk even wilde melden. Ik had echt binnen 2 minuten een reactie terug, waarin ze vroegen om de aankoopbon. Nou, ik gebruik de Lidl Plus app, dus daar stond de bon gelukkig nog in. Dus die kon ik meesturen. Toen kreeg ik ook eigenlijk reactie terug van, nou, wij kunnen zelf niks voor jou doen. Maar ze konden 2 dingen voor mij doen. Of ze konden dit doorsturen naar de de verkopende partij, die dus die diamond paints heeft gemaakt en waar Lidl ze voor verkocht. Of ze konden mij het geld teruggeven, zodat ik kon kijken voor een andere. Maar ja, goed, het is een maand geleden. Ik wist dat Lidl ze niet meer verkocht. Dus ik ben voor optie 1 gegaan van stuur het maar door naar de leverancier. Nou, ze moesten eventjes mijn e-mailadres hebben en mijn adresgegevens. Dus nou, dat was allemaal geregeld. En ik had letterlijk vandaag al een e-mailtje van hun gekregen, waarin stond dat ze het heel vervelend vonden en dat ze mij het ontbrekende zakje wilden opsturen. En welk nummer er ontbrak. Bij mij ontbrak de letter N. Dus ik krijg gewoon het ontbrekende zakje terug. En dat wilde ik toch eventjes met jullie delen, want ik ben er echt super blij mee. En ik hoor de laatste tijd echt best wel veel negativiteit over de Lidl. En ik wilde dan toch even delen dat ik nu een positieve ervaring heb. Dat ik het echt heel snel geregeld vond. En ik was ook gewoon verbaasd dat ik nu al een reactie terug had. Dus vond ik echt heel fijn. Nou ja, gisteravond was de cliffhanger van GTS-T. En ik moet echt zeggen, wat een slechte cliffhanger. Dit was geen cliffhanger voor mij. 2 weken geleden hebben ze een brand gehad bij Goede Tijden. En ik denk als ze dat als cliffhanger hadden gebruikt, dat het top was geweest. Want dit was echt de slechtste cliffhanger tijden. Nou roep ik het al een paar jaar dat ik de cliffhangers niet meer spannend vind. Ze hebben zich toen naar de parachutesprong eigenlijk nooit meer echt kunnen herpakken dat het nog spannender werd. Ik vond het echt een hele slechte cliffhanger. Mijn moeder vond het nog wel spannend. En op zich, het was wel spannend. Maar het was niet dat ik denk, oh, moet ik hier nou weken op wachten? En heel veel mensen die zeiden ook van, dit was echt een slechte cliffhanger. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd, mochten er GTS-T-kijkers zijn, onder jullie, wat jullie van de cliffhanger hebben gevonden. Maar ik vond het echt heel slecht. Ik heb daarna Louisa en Rowan gekeken. Dat was ook de laatste aflevering. Was ook wel leuk. En even Hudson en Rex. En daar heb ik ook alweer van genoten. Ik vind Rex altijd zo lief. Ah, ik vind hem zo schattig. Dus echt, was ook weer fijn. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik moet eigenlijk nog een paar kleine deeltjes. Want ik heb dus heel veel problemen met mijn fotoprogramma. Omdat de laptop heel traag is.
wilde wat nieuwe boeken op mijn e-reader zetten, maar mijn e-reader zei, ik zit vol. Nou heb ik dus nog een kaartje liggen die ik dus nu in de e-reader kan gebruiken, want er kan dus een microkaartje in. Die had ik over van de Switch, omdat ik daar een andere van heb gekocht. Die past dus nu mooi in mijn e-reader. Ik moet alleen even kijken of ik daar nog iets voor moet doen. Dus dat is even een mooi klusje voor vanavond. Ik heb lekker mijn Netflix-serie gekeken en daarna heb ik weer heerlijk gekeken naar Flikken. Dus dat was het ook. Ik heb een envelopje binnengekregen en die zal ik eventjes aan jullie laten zien, want ik had even wat besteld. Hij is echt... Ik ga hem even openmaken, dan kom ik bij jullie terug. Nou, ik heb het eruit. Ik heb namelijk 2 spateltjes besteld voor mijn dag- en nachtcreme. Dag- en nachtcreme zitten tegenwoordig in potjes en ik heb er een beetje moeite mee om het eruit te halen. Althans, het gaat onder mijn nagel zitten. Als ik mijn vinger erin stop, gaat het onder mijn nagel zitten, krijg het er bijna niet onderuit. En ik had vorige week een keer dat per ongeluk mijn vinger in mijn mond stak en ik dus gewoon allemaal van die crème in mijn mond had. Dat vond ik heel vies. Ik heb twee spateltjes besteld. Ze waren echt 55 cent per stuk. En die ga ik dus nu in mijn dag- en nachtcreme stoppen. Dan heb ik er eentje voor mijn dagcreme en eentje voor mijn nachtcreme. Ik denk dat ik deze voor de dagcreme ga gebruiken, want dat is ook een wit potje. Mijn nachtcreme potje is blauw, dan kan ik die voor de nachtcreme gebruiken. Voor de mensen die willen weten waar ik dit had besteld. Ik heb het namelijk besteld bij makeupvooral.nl. En nou ja, die heb ik dus nu 2 spateltjes. Die kan ik lekker gaan gebruiken. Ik ga zo de slaapkamer eventjes doen. Want het is weer eventjes nodig. Heb ik wel even zin in. Dus ik ga jullie meenemen. Dus ja, dat is voor nu eventjes de planning. We hebben hier weer een vlieg in huis. Ik heb wel de raam openstaan en de deur. Die vliegtuigen moeten straks even aan, want hun doen ook niet zoveel om het te vangen. Maar goed, ik ga aan de gang en ik ga jullie meenemen. Even in de douche leg ik gelijk de spateltjes neer. Dus leg ik zo gewoon even, kijk, bovenop de potjes. Die kan ik dan gelijk straks gebruiken. Ik heb ook eventjes deze hanger opgehangen die ik van mijn moeder had gehad. Ik hoop dat die blijft hangen in de douche, want het wordt altijd best wel nat. Anders zou die ergens anders moeten hangen, maar voor nu heb ik hem even opgehangen. Dus dat is wel handig. Zo, alles is weer lekker schoon. Dat was warmer dan gedacht. Ik weet eigenlijk niet, ik heb daar mijn telefoon liggen. Ik zal eens even kijken hoe warm het is. Het is binnen nu 23 graden. Even kijken.
Buiten is het ook 23. Oeh, dan moet ik zo wel eventjes de dingen dicht doen, want anders dan wordt het misschien warmer. Maar het was wel fijn. De slaapkamer is weer heerlijk schoon. Lekkere schoon bed was ik ook wel aan toe, want ik heb erg liggen zweten de afgelopen tijd met de nachtmerries en ook door de warmte. Dus het was fijn dat dat allemaal weer lekker schoon is. Dus ja, vind ik altijd wel weer een lekker fris gevoel. Het idee dat je vanavond in een schoon bed stapt vind ik heerlijk. Een nieuw boek die ik mag lezen, die moet ik nog wel even uitkiezen, maar het is altijd wel heel lekker. Ja, ik ga zometeen even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen, eten maken. Vanavond sowieso even gamen. Ik ga bevallen met Bobby kijken. Daarna Nieuw Amsterdam. Ik ben toe aan de laatste aflevering, dus ik ben erg benieuwd hoe dat eindigt. Ik moet mijn blogpost schrijven. De video moet in elkaar gezet worden. En ik wil dus even gaan kijken hoe ik nu boeken op het micro... schijfje kan zetten voor in de e-reader. Dus moet ik eventjes gaan lezen, want ik heb er dus nog nooit een schijfje in gehad. Of een stikje, moet ik zeggen, kaartje. Het wordt steeds interessanter. Ik heb in ieder geval ook lekker even de emmers naar boven gebracht, want die heb ik nu de komende dagen niet meer nodig. Verder ga ik vanavond weer mijn Netflix-serie kijken en Glad IJs. Ben ik ook weer benieuwd naar, heb ik ook wel humor. Dus ja, verder eigenlijk een prima avondje voor de boeg. Maar lekker dat het allemaal weer schoon is. Ook gelijk maar even mijn bed... De hoofdleuning afgezogen, want de katten gaan er nog wel eens op zitten. Als ik dan aan het poetsen ben, komen ze in de slaapkamer, normaal niet. Dan gaan ze daar op zitten en dan vind ik het toch wel lekker als die haren ook weg zijn. Dan heb je gelijk van die haren in je bed. Dus ja, ik ben wel weer tevreden. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ja, ik kan wel eens even kijken trouwens of er nog een mailtje terug is gekomen. Eventueel voor de... steentjes, misschien hebben ze ze al gestuurd, dat weet ik niet. Nee, ik heb nog geen mail verder terug gehad, maar ik ga het gewoon afwachten en dan zie ik ze vanzelf al in de brievenbus verschijnen. Ja, ik ga nu even lekker relaxen, dus tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 9 juli, ik ben klaargemaakt. Het is best wel warm. Het is buiten 21 graden, binnen 23. Dus ik heb toch de boel even dichtgelaten. Zodat ik vanavond eventjes de boel kan luchten. Want ja, we gaan nu toch weer de warmere dagen in. Aankomende week schijnt het heel warm te worden. Dus ja, dan moeten we weer eventjes doorheen. Ik heb gisteravond naar Bevallen met Bobby gekeken. Was wel weer heel erg leuk, moet ik zeggen. Ik vind het altijd heel erg interessant om te zien. Dus dat vooral eigenlijk. Daarna heb ik Nieuw Amsterdam gekeken. Was ook wel weer heel spannend. Dit was de laatste uitzending. Was wel een ja, beetje gek einde. Dus ik ben op zich wel benieuwd naar seizoen 5. En dat is dan de laatste. Maar ik zou echt niet weten wanneer dat uitgezonden gaat worden. Dus dat ga ik wel zien. Ik heb mijn video in elkaar gezet. Ik heb mijn blogpost geschreven. Ik was nog even met de boeken aan de gang gegaan. Maar het is niet helemaal goed gegaan. Dus daar moet ik nog even mee verder. Ik heb mijn Netflix-serie gekeken en daarna Glad IJs was ook wel weer leuk. Ik ben een nieuw boek begonnen, dus dat is ook wel weer leuk. Ik ga zometeen even stofzuigen in de kattenbakken doen. En ik ga even boven nog wat doen, want het kan nu nog even. Nu is het niet zo heel warm. Van de week wordt het weer heel erg warm, dan doe ik ook weer niks boven. En daarna ga ik eventjes met het boek van mijn blog in YouTube aan de gang. Daar ga ik hier dan even bij zitten, want boven heb ik toch heel rot licht, dus dat wordt hem toch niet. Dus ik ga in ieder geval eventjes wat doen zo. Ik ga dus ook even mijn nieuwe batterij erin doen, want deze is bijna leeg. Dus ik ga nu maar gewoon eventjes aan de gang. Des te eerder ben ik klaar en dan heb ik dat allemaal weer rond in ieder geval. I'm not afraid of the dark.
Ik ben even boven bezig geweest. Ik moet zeggen, ik heb een flinke slag wel geslagen. Hier en daar staan nog wel wat dingen die moet ik nog opruimen. Ik heb bijvoorbeeld hier nu het mandje staan met de make-up. Berggoed ligt toch weer in de kast. Hier heb ik spullen in zitten die ik niet zo vaak gebruik. Afval. Maar ik heb echt wel... Ik kan hier weer lopen en dat kon niet. Dus ik kan weer lopen en dat is heel fijn. Alle was in de kast opgeborgen, dus voor nu ben ik wel tevreden. Het was echt super warm, dus ik ga nog wel weer even mee verder. Maar voor nu vind ik dit eventjes heel erg top zo. Zo, ik heb lekker net alles opgeruimd. De katjes hebben eten gehad. Ik moet zeggen dat het heel fijn was om even boven aan de gang te gaan. Het was eigenlijk wel te warm, want het zweet droop van mijn voorhoofd toen ik weer beneden was. Maar het was even lekker, want het berggoed was toch niet zo'n goed idee in die kist. Dus ik denk, nou, dan kan ik daar beter zoals wat handdoeken in doen die heel groot zijn, die ik eigenlijk niet gebruik. Het zijn meer van die handdoeken die je mee zou kunnen nemen naar het strand of het zwembad. Maar ja, daar kom ik nooit. Maar ja, ik ga ze ook niet wegdoen, want wie weet, mocht je nog een keer ergens heen gaan dat er een gelegenheid is tot zwemmen, dan heb je in ieder geval grote handdoeken. Maar ik vond het wel heel fijn om dat nu eventjes zo te doen. Ik heb dan nu zeg maar mijn pleat die ik in de winter op mijn dekbed heb, heb ik daar laten liggen. En mijn berggoed is dus nu weer in de gewone kast gegaan. Gelijk alle was eventjes daar opgehangen wat opgehangen moest worden. Ik werd er wel heel blij van. Veel dozen opgeruimd, weggegooid. Ik heb nu 1 doos gemaakt ook met tuinspullen. Waar dus het stoffer en blik in kan die ik voor het balkon gebruik. Het schepje om mijn plantjes mee te poten. Als de plantjes dan straks weer over een paar maanden eruit moeten, dan kunnen daar ook de plantenpotjes in. Dus eigenlijk is dat wel heel handig. Er zou ook nog potgrond in die doos bij kunnen. Dus dat is gewoon handig dat je een doos hebt dat je alles bij elkaar hebt. Ja, ik vond het wel. Ik werd gewoon even heel blij dat ik ineens zo zag van wauw, wat heb ik veel ruimte. En dat komt ook dat karretje waar ik mijn stash in heb zitten, waar ik nog wat mee moet doen voor YouTube of een blog. Had ik midden in die kamer staan. En die heb ik dus nu mooi naar de zijkant geschoven. Maar ik heb jullie er ook bewust niet bij gezet. Want allereerst, het was beschamend. En natuurlijk is het leuk om te zien hoe dat weer mooi netjes wordt. Maar ik vond het toch een beetje beschamend om te laten zien. Misschien was het wel leuk geweest om te laten zien hoe het daarvoor was en daarna. Maar goed, het is, dat heb ik ook niet aangedacht. En ik ben eigenlijk verder gekomen dan ik zelf dacht. Ik dacht, nou weet je, een beetje opruimen en dan... Maar ik kwam toch verder dan ik dacht. Dus ik ben er zelf wel heel blij mee. Ik was ook wel even lekker bezig in het boek met tekenen. Dus ik heb nu de voorkant heb ik af. Nu kan ik het verder gewoon gaan aanvullen. Dus dat was verder top. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond het jachtseizoen. Heel veel zin in. Want dat is met Gert Verhulst en Victor Verhulst. En dat lijkt me heel erg leuk. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe hun het gaan doen. Ik ga daarna even obese kijken. Ik ga dus nog even verder met de boeken op mijn e-reader. Ik denk zelf een beetje dat mijn e-reader een beetje aan het overlijden is, als ik heel eerlijk ben. Want hij plugt ook niet meer zo lekker in met het USB-kabeltje. Hij leest hem soms niet. Maar goed, zolang hij het doet, doet hij het nog. Kijk, als er een tijd komt dat hij echt niet meer aan wil of op wil laden, dan ga ik sowieso een nieuw kopen. Maar ik denk dat dat ook wel een beetje het probleem is. Dus ik ga het grootste gedeelte van de vlog afmaken. Ik ga lekker mijn Netflix serie kijken. Even naar of de roze geur en wat klein. Dus dat wordt het ook. En natuurlijk luchten. Want ik heb nu de boel dicht zitten. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 10 juli. Ik zit hier eventjes lekker op de bank. Ik heb wel het raam openstaan. En ook de deur. De ventilator staat wel aan. Het is vandaag volgens mij nog een vrij... koele dag. En volgens mij wordt het vanaf morgen vrij warm. Even kijken. Ja, morgen begint bij 23 graden. Dus valt op zich nog mee. Maar daarna loopt de temperatuur wel weer meer op. Ik heb gisteravond het jachtseizoen gekeken. Was echt heel erg grappig. Ze hebben het helaas niet gered. Ze waren wel gepakt. Maar ik vond het wel heel grappig om naar te kijken. Ik heb wel echt erom moeten lachen. Dus dat was wel heel leuk. Daarna heb ik even obese gekeken. Dat is ook wel een mooie uitzending. Deze jongen had het niet helemaal het streefgewicht gehaald wat hij graag wilde. Maar hij was al heel tevreden. Hij zei op een gegeven moment als vandaag de finale zou zijn, dan zou ik al heel tevreden zijn met dat hij ook zijn motivatie voor sport weer had teruggevonden. Dus
Wat dat betreft was hij gewoon al heel tevreden en vond hij het ook niet erg dat hij zich het streefgewicht niet helemaal had gehaald. Maar was hij eigenlijk gewoon al heel blij. Ik heb de vlog voor het grootste gedeelte al klaar. Ik heb boeken op mijn e-reader gezet. Nu op het losse kaartje. Dus dat ging ook wel heel goed. Dus dat was wel fijn. Ik kan vanavond weer een nieuw boek starten, want ik had mijn boek weer uit. Dat was ook echt maar een heel kort boek. Verder heb ik lekker mijn Netflix-serie gekeken die een hele bizarre wending weer kreeg ineens. Dus was wel heel spannend en daarna roosgeuren wat klein, dat was ook wel weer leuk. Ik ga zo even stofzuigen en groenten afhalen. Ik zal straks even de fotospullen laten zien die ik ga fotograferen. Als ik de groenten heb afgehaald, ga ik nog even een stukje verder met mijn diamond painting. Dus dat is voor nu even de planning. Dus niet heel spannend of interessant of druk, maar gewoon eventjes lekker relaxed. Vind ik ook wel fijn. Dus ik zal straks even de fotospullen laten zien. Nu ga ik even stofzuigen en dan ga ik even de groenten afhalen. Zo, ik heb fotospullen gepakt. Ik heb hier allereerst van Labello nog een lipscrub. Dit is met aardbei. Ik moet zeggen, ik heb al eens wat andere. Er zit ook perzik aroma in. Ik ga testen en die vond ik heel fijn. Dus ik ben heel erg benieuwd of deze ook bevalt. Dan heb ik hier een brouwwaxpen met chia butter van Essence. En de Tropic Exotic collectie van Catrice. Hier komt een aparte video nog van online. Dus ik heb hier de matte face en body bronzer. Ik heb hier het cheek palette. Het eyeshadow palette. Ik heb ook de kwast die daarbij hoort. Normaal kocht ik eigenlijk niet echt kwasten meer. Maar die van Catrice vind ik wel heel fijn. En de twee nagellakjes die daarbij horen. Maar hier ga ik dus aankomen. Ik ook nog een aparte video van opnemen. Dus hier ga ik nu mooi even foto's van maken. Zo, hier worden de laatste brokjes nog even opgesmikkeld. Ik heb even heerlijk zitten diamond painten nog. Ik moet wel zeggen, ik had nu natuurlijk een... wat gaatjes heb ik opgevuld waar nog geen steentje zat, zeg maar. Alleen ik kan er niet alles op vullen, omdat dat zakje met die steentjes nog ontbreekt. Maar misschien dat die van de week ook wel aankomt. Dat zou fijn zijn, dan kan ik die plekjes ook opvullen. Ik had al wel weer een Twitterberichtje van de Lidl dat ze hadden gezien dat de contact met mij was opgenomen. En als we er niet uit zouden komen dat ik dan weer contact moest opnemen. Maar goed, we hebben natuurlijk deze afspraak al gemaakt dat ik het zakje zou krijgen. Dus ik wacht gewoon even af tot die binnenkomt. Maar dat is wel weer eventjes lekker verder gegaan. Ik ben eigenlijk van plan even wat dingetjes per AliExpress te bestellen. Voor diamond painten, omdat het toch wel iets wat is wat ik wil blijven doen. En ik zag wat handige tools en die waren daar gewoon niet zo heel duur. Ik weet alleen niet precies hoe dat zit, want ik heb eigenlijk niks meer besteld sinds de nieuwe regels zijn ingegaan. Maar wat ik zo lees bij andere mensen is dat het nog steeds wel goed gaat. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb lekker even de foto's gemaakt. Ik heb alles al geïmporteerd en heb even lekker opgeruimd. Was wel lekker. Nu ga ik zo even lekker relaxen en dan straks lekker douchen en eten. Ik heb spare ribs, dus dat is heel makkelijk. Die kunnen gewoon in de magnetron. Vanavond ga ik even nog zeven confronteerd stalkers kijken. Ik heb er nog één op staan, maar ik weet niet of het een herhaling is. Dus dat moet ik even zien. Misschien ken ik hem al. Want nu kwam het ook niet meer. En dan heb ik nog, daarna ga ik eventjes verder met Chateau Meiland. Ik ga sowieso mijn nagels even doen. Ik moet foto's bewerken. Ik wil nog weer even de laptop wat leeg proberen te krijgen. Misschien nog wat nieuwe boeken binnenhalen. Want ik zag dat er weer aardig wat op stonden waar ik wel interesse in had. Maar het lukt niet zo lekker met binnenhalen, want hij is een beetje traag. Dus nou ja, even kijken. Verder ga ik gewoon mijn Netflix serie lekker kijken. En vanavond heb ik weer flikken. Dus verder eigenlijk wel een relaxed avondje. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Trouwens nog even terugkomen. Ik heb nu de... spateltjes in gebruik en ik moet zeggen dat gaat echt heel makkelijk. Je schept er een beetje uit, je smeert het op je gezicht, je smeert het even uit met je vingers, dus het gaat echt ideaal. Dus ben ik heel blij mee met die spateltjes, had ik al veel eerder moeten doen. Maar ja, soms kom je erachter als het wat later is, geeft ook niet, maar ik ben in ieder geval wel heel enthousiast over. Ik ga nu in ieder geval even relaxen en dan zie ik jullie morgen. Een hele goede middag op deze maandag, het is vandaag 11 juli, ik ben klaargemaakt. En hetgene waar ik een beetje bang voor ben, begint een beetje waarheid te worden, mijn e-reader. Ik ondervind er steeds meer problemen mee. Allereerst als ik mijn e-reader aan mijn laptop leg,
dan moet hij echt op een speciale manier liggen, wil hij hem vinden, wil hij hem connecten. Ik heb er zaterdagavond wat nieuwe boeken opgezet op het kaartje. Dat ging eigenlijk heel goed. En ik open zaterdagavond de e-reader en ik zie, yes, hij heeft het boek erop gezet. Helemaal super. Nou, ik was een boek aan het lezen. Die heb ik op dat moment uitgelezen. En ik open alvast het nieuwe boek wat ik wil gaan lezen. En ik sluit de e-reader af, want ik wil gaan slapen. Gisteravond open ik de e-reader en ik zie het boek wat ik had geopend nergens meer terug. Hij gaf zelfs aan media aan het importeren en dat doet hij normaal gesproken zeg maar alleen als je hem aan je computer hebt gehad. Als er nieuwe boeken opgezet zijn. Dat heb ik gisteravond niet gedaan. Het boek wat ik uitgelezen had stond weer op hetzelfde procent waar die was opgeslagen. Dus ik heb echt letterlijk 4 keer het boek moeten openen, naar het einde van de bladzijde moeten doen, zodat hij zag, oh ja, hij is gewoon voltooid. Ja, dat nieuwe boek was dus nergens meer te vinden. Ik heb zelfs het kaartje eruit gehad, er weer in gedaan, werkte niet. Toen ben ik een nieuw boek gestart. Toen ben ik op een gegeven moment, dacht ik, nou, het is klaar, ik ga slapen. Ik doe de e-reader eruit en hij heeft gewoon weer niet onthouden waar ik gebleven ben in dat boek. Toen dacht ik, ja, ik moet hem eigenlijk even resetten. En het is een heel klein openingetje. Je zou daar bijvoorbeeld bij de iPhone krijg je een pinnetje waarmee je dus het simkaartgleufje eruit kunt duwen. En die zou je dus ook voor de e-reader kunnen gebruiken. Maar ik heb die dingen nooit bij de hand. Ik gebruik altijd een naaldje. Dus dat is nu nog even de enige optie die ik kan proberen of het doet als ik hem eventjes reset. En als dat niet lukt, dan is het tijd voor vervanging, want dan ben ik er ook wel klaar mee. Want dit is gewoon irritant. Nou moet ik elke keer voordat ik ga lezen eerst gaan opzoeken waar was ik ook alweer gebleven. Ik heb gisteravond tijdens Zeeman Confronteert Stokes gekeken. Dat was op zich alweer heel erg interessant. Daarna Chateau Meiland. Ik lag helemaal in een scheur, want ze gingen in een kano. Nou, dat was wel echt heel grappig. Ik heb mijn nagels gedaan, ze zijn rood en ik heb dus het lakje van Catrice gebruikt. De C01 Hibiscus Heat is dit. Ik heb een serie gekeken en daarna flikken en dat was heel spannend. Ik ga zometeen even proberen de e-reader te resetten. Gaan we even kijken wat hij doet. Ik moet een was aanzetten en dan ga ik hier eventjes de boel doen en nog even de handdoek opvouwen. Dus dat is voor nu eventjes de planning. Dus ik ga jullie gewoon meenemen. Dus ja, tijd om eventjes wat te gaan doen. Nou jongens, dit is dus de bende van ellende als het om de was gaat. Zoveel was is er, dus dit gaan we zo meteen even wassen. Ik ga eerst even de e-reader erbij pakken. Die ligt hier zo. En die gaan we eventjes proberen te resetten. Nou, zoals je dus kan zien heeft hij geen boek opgeslagen. Hier zit het openingetje. Die zit hier zo. Dus hier ga ik even het naaldje indrukken. Ik hoop dat het lukt met één hand. Ik denk het niet. Even eraf, lieve muis. Het is een beetje gevaarlijk. Ik zit met een naaldje. Oké. Die druk ik er gewoon in. Zo, ik heb het knopje ingedrukt, maar hij doet niks. Dus ik ga hem even proberen in te schakelen. Oh, hij gaat. Ik heb nu het naaldje er wel in gehad, maar ik heb niet echt het idee dat het wel doet. Misschien had ik het nog een keer moeten doen als hij aanstaat, hoor. Hij doet nou helemaal niks meer. Dit ga je niet menen. Nee. Oh, hij gaat. Hij is nu aan het laden. Dat duurt vaak eventjes een poosje. Dan kunnen we gelijk kijken of hij dat boek wat ik dus wilde lezen ook weer vindt. Nu is hij dus wel gaan resetten als het goed is. Maar ik weet het dus niet voor de volle 100% zeker. Dat naaldje maar even aan mijn muis. Dat vind ik gevaarlijk waar jij bij bent. Nee, kijk.
Hij heeft dus weer het boek wat ik uit heb, heeft hij weer opgeslagen. Kijk, hij gaat weer media aan het importeren. Nee jongens, dit doet helemaal niks meer. Ik was het boek Lieve Ik aan het lezen. Nou, het boek wat ik dus zoek is van Natasha Madison. Kijk, deze is dus gewoon al uit. Ik zal het boek eens even opzoeken. Hij staat er al in. 5 pagina's, dit is allemaal al voltooid. Oké. Nee. Deze is dus uit, maar die blijft dus staan. Hij blijft als het ware een beetje hangen. Nou, kijk, dan doe ik dus dit. Dan ga ik naar de laatste bladzijde toe. Omdat ik hem uit heb. En dat pakt hij ook al niet. Nou, moeten we eventjes een beetje door. Maar jongens, ik denk dat het overduidelijk is. Home. Nou, nu heeft hij dus het boek gesaved. Nou doe ik dus het boek even openen wat ik aan het lezen ben. Dat is het boek Lieve Ik. Daar was ik aan begonnen. Ik was al bladzijde 22 of zo. Oh, dat is een beetje te ver. Hallo, je kunt ook te snel van start gaan. Ja, hier was ik. Ik ging naar dit hoofdstuk toe. Oké, hier was ik dus gebleven bij hoofdstuk 3. Oh, wat een gezeik jongens. Nou, nu gaan we terug naar de boeken. En hij saved hem gewoon niet. Echt. Wat is dit voor ellendig iets? Ik heb mijn conclusie getrokken. Het is tijd voor een nieuwe Iri, jongens. Er is iets heel stoms gebeurd gisteravond. Ik wilde mijn cappuccino maken en de deksel is gevallen. Kijk. Het restje van de klopper zit er nog in. En die is afgebroken. Daar kan ik dus niks meer mee. Dus ik heb gisteravond een nieuw dekseltje met een nieuw kloppertje besteld. Gelukkig hebben ze losse onderdelen. Dus ik hoop dat die van de week binnenkomt, want ik miste mijn cappuccino wel. Ja, weet je, dat kan gebeuren. Gelukkig hoef ik hem niet helemaal te vervangen, maar die is in ieder geval kapot. Klaar. Op zich best wel een lekkere middag gehad. Ik ben best productief geweest, moet ik zeggen. Ik heb de boel lekker gedaan. Douche is schoon, kattenbakken zijn schoon. Ik was wel Mickey op een gegeven moment weer even kwijt, maar die was weer boven. En later kwam ze gelukkig naar beneden. Het was wel onwijs warm, ondanks dat het niet een hele warme temperatuur is en het echt bewolkt is, was het toch warm met poetsen. Maar goed, dat heb ik weer volbracht. De kliko staat aan de weg, die wordt morgen geleegd. Dus ja, eigenlijk best nog wel veel gedaan. Ik zag allemaal foto's van Lente voorbij komen. Die was allemaal lekker fruit aan het eten, koekjes aan het eten. Die was van het lekkere leven aan het genieten. Ook wel blij dat het klaar is. Dus ja, dat is altijd wel weer eventjes lekker. Want ja, het was ook wel weer eventjes nodig. Ik ga zo even lekker relaxen, dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond ga ik kijken naar Ik weet er alles van, want dat begint weer. Daar heb ik heel veel zin in. En daarna Bed & Breakfast vol liefde, een nieuw seizoen. Daar heb ik ook heel veel zin in. Dus ik ben wel heel benieuwd wat voor kandidaten er dit keer weer meedoen. En of er weer ergernissen gaan komen, maar dat gaan we vanzelf zien. Maar ik vind het altijd wel heel leuk om naar te kijken. Dus ik vind het ook heel leuk dat het weer terugkomt. Ik wil even 2 blogposts schrijven, ook eentje van morgen eigenlijk. Sowieso lekker mijn Netflix serie kijken. En vanavond verder met Flikken. Ik heb alleen het gevoel dat ik een beetje matte voeten heb. Ja, dat weet ik wel zeker. Want ik heb
Met dweilen heb je altijd een beetje natte voeten. Ik ga even de laatste dingetje opruimen. Dan ga ik even lekker relaxen. En dan zou ik bij deze gewoon zeggen, ik ga jullie morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. En hoe ik vanavond mijn boek ga lezen, dat weet ik nog niet. Daar moet ik eventjes een oplossing voor vinden. Maar dat moeten we even zien. Ik hoop dat de was zo klaar is. Ik kan hier ook mooi de droger in. Dan is alles mooi weer klaar. Maar goed, ik ga nu relaxen. Dus ik zou zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze dinsdag. Het is vandaag 12 juli. Ik ben klaargemaakt. Ik zal even een lampje aandoen hier, want we zitten uiteraard in het donker, want het is gewoon 27 graden buiten. Ik heb de lens ingedaan en ja, want het is nu tijd voor de zonnebril. Dan merk ik altijd dat als ik dan in de spiegel kijk, dat mijn huid heel slecht eruit ziet. Gelukkig kon ik even mijn wenkbrauwen niet makkelijker bijwerken, want ja, dat gaat met lens in makkelijker als met de bril op. Ik ga straks boodschappen doen. We gaan dus naar het centrum. En ik dacht, ja, het is zo warm. De zon schijnt. Ik moet mijn zonnebril op. Dus vandaar de lenzen ook. Ik ga zo meteen wel even stofzuigen en de kattenbakken doen. En dan verder klaarmaken. En dan straks wachten tot het appje binnenkomt. En dan kunnen we gaan. Ik heb gisteravond allereerst weer naar Ik weet er alles van gekeken. Ik moest weer eventjes inkomen. Ik moest eventjes, was even kwijt hoe het ook weer ging. Maar toen ik het eenmaal had, toen wist ik het wel weer. Daarna de B&B vol liefde. Ik ben nog niet zo heel enthousiast. Ik was vorig jaar gelijk heel enthousiast. Daar heb ik nu nog iets minder. Maar je moet kandidaten ook nog leren kennen. En bij één kandidaat was het al heel ongemakkelijk. Bij die mevrouw. Die man die had een fles wijn en iets van kaas meegenomen. En eigenlijk merkte hij aan zijn reactie dat hij al wel zin had in een glaasje wijn. Maar zij dronk alleen nog voor het slapen gaan een kopje thee, want haar werk ging heel vroeg. En hij zei ook een paar keer knabbelen. Nou, toen had ik al zoiets van, oké, het is niet echt heel relaxed of zo. Maar op zich was het wel weer leuk om naar te kijken. Maar wat ik zeg, het is even wennen. Ik heb een jurkje aan. Even laten zien. Die vond ik weer in mijn kast. Ik was eigenlijk op zoek naar wat anders. En toen vond ik deze. En dacht ik, nou, doe ik deze aan. Hij is wel heel leuk. Kijk, ik heb er gewoon een broekje onder aangedaan. Maar die zie je er wel een beetje doorheen als je heel goed kijkt. Heb je het warm, schat? Ja, zo mag de lamp buiten, hè? Maar ik vind hem op zich wel weer heel leuk. Dus leuk om weer even gevonden te hebben. Ik ga gauw de lamp uitdoen, want dat is niet fijn voor muis. Het is alleen maar warm. Ik heb mijn blogpost geschreven. Ik heb 2 blogposten geschreven zelfs. Toen ben ik lekker mijn serie gaan kijken, die super spannend is. En, ik heb ook nog even tenminste houdbaar tot gekeken. Was ook wel weer leuk. En daarna had ik flikker, dus dat was ook wel weer spannend. Ik ga even wat doen. Ik weet nog niet hoe laat mijn coach is. Ik heb nog niks gehoord, maar dan ben ik in ieder geval klaar als zij straks app. Dus ja, ik ga eventjes aan de gang en ik ga jullie wel even meenemen als we straks weer weggaan. Nou jongens, ik ga even mijn fles vullen met wat drinken. Ik heb dus deze fles. En ik heb dus even de ijsklontjes maken. Die heb ik inmiddels in gebruik. Dus die maak ik even open. Maar deze fles zit een diffuser in. Dat is deze. Hier kun je dus ook stukjes fruit in doen. Nou, ik ga hier dus nu ijsklontjes in doen. Deze komt er zelfs al uit. 1. Ze gaan er best wel makkelijk uit. Ik wil er eigenlijk nog even eentje bij hebben. 2. Dan draai ik het hier zo erin. Deze gaat op de fles. Deze kan hier dicht. Doe er een beetje amaklimonade in. Klein laagje, want ik had het van de week ook gedaan. Toen zat er echt veel te veel in. Water. Ja, het is perfect. Rietje erin. Dit rietje weer even terug in. En dan zet ik hem even in de koelkast. En dan heb ik gewoon straks ijskoud drinken.
Zo, ik ben weer thuis. Ik zal even gauw de boodschappen laten zien. Ik heb de rol inpakpapier gehaald. Bij Lidl kwam ik inkijkfolie tegen, een raamfolie. Daar was ik een tijdje naar op zoek. Action heet het niet meer. Dus ik kwam deze bij Lidl tegen. Deze heeft wel een heel leuk patroon, vond ik zelf. Chocomelk. Boontjes. Patat. En aardappelschijfjes. Het mooie is, ook het zakje met de diamond paint steentjes is binnengekomen. Heel klein. Maar dat komt wel goed. Cola heb ik even 2 flessen meegenomen. Nog een rol inpakpapier. Mijn moeder komt donderdag, dus ik heb voor bij de koffie zozijnsbroodjes meegenomen. 2 keer koffie, 1 keer de dark, 1 keer de mokka. Mijn moeder had wel zin in spaarrood, dus ik heb een fles daarvan meegenomen. Spekjes. Haricot crackers. Dubbel fris, zoals bij de Albert Heijn in de aanbieding. Dus ik heb de appel persik. Ik heb ook nog schnitzels meegenomen. En ik heb nog de appelzwarte bes. En de sinaasappelmandarijn. Dus dat was alles. Ik heb ook nog wat andere leuke dingen gekocht. Maar er komt nog wel even een shoplog van online, denk ik. Ik ga nu in ieder geval even lekker zometeen douchen, eten maken. Ik heb nog een heel lekker ijsje gegeten straks. Echt een heel groot ijsje. Was echt heel lekker. Ik zal even een fotootje in beeld plaatsen van mijn ijsje. Die was echt heel groot. En dan ga ik vanavond weer kijken naar... ik weet er alles van. B&B vol liefde. Ik ga de vlog afmaken en ik ga lekker mijn Netflix-serie kijken. Om nog foto's bewerken en lekker flikken. Dus dat is het ook. Ik ga bij deze in ieder geval de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje van mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat ook een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk, doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!